welkom op het Mobile World Congress 2013. Ik sta hier naast Jeroen Peters. Hij is manager engineering van LG Mobile. Welkom. Welkom bij LG. We zijn hier bij de nieuwste L-serie van LG. Deze mobiel wordt veelal gebruikt voor prepaid. En wat is daar de reden van? Eerst en vooral wil ik jullie even voorstellen aan de L-serie Second Season. De opvolgers van de succesvolle lijn van vorig jaar. Die voor LG in de Benelux van groot belang was. We hebben een upgrade gebracht van de toestellen die er vorig jaar waren. Betere displays, betere processoren, het geheugen geupgrade. Dus ja, het is echt een voortzetting van het succes van vorig jaar. Het klopt inderdaad dat die toestellen vorig jaar vaak gebruikt werden in de prepaid pakketten. Komt vooral doordat de prijs heel interessant is voor zulke toestellen. Maar het is niet zo dat het bij ons de bedoeling is om ze effectief in het prepaid segment alleen in te zetten. Maar ook in de losse verkoop is het toestel succesvol. Dus het is niet alleen de prepaid? Nee, klopt. We staan hier bij de LG F-series. Deze mobiel staan onder andere bekend om een 4G-internet. Wat voor andere functies en kwaliteiten heeft deze serie nog meer? Ja, eerst en vooral zoals je daarnet zei, het 4G-internet. Waarmee je de internetervaring krijgt die je thuis over wifi hebt of over bekabeld netwerk. Maar nu heb je diezelfde snelheidservaring everywhere. Dus snel internet op elke locatie. Buiten 4G is het een toestel dat 4G naar de grote markt moet brengen. Het heeft een zeer interessante prijs. En al de LG-functies die we in onze hele line-up hebben toegevoegd. Zoals Q-Slide, Quick Memo, Q-Translator en dat soort zaken. En de Q-Slide voor de kijkers thuis die geen verstand van hebben, wat houdt dat precies in? Q-Slide is dan vooral iets dat op de Optimus G zit. En daarmee kan je het toestel echt gaan gebruiken als multitasker. Waardoor je verschillende applicaties bovenop elkaar legt. En zelfs een washout kan creëren, zodat je de twee applicaties door elkaar kan gaan gebruiken. Bij deze serie gaat het vooral om de toegankelijkheid. Klopt, inderdaad. We willen dus 4G, het snelle internet, over een mobiele netwerken naar de grote markt brengen, naar alle mensen toe. Ik heb zelf even mogen spelen met de nieuwe LG Optimus G. Het is een erg fijne mobiel, hij ligt lekker in de hand. Hij heeft een mooi scherm, is heel mooi dun. Maar ik ben erachter gekomen dat LG nu ook de Optimus G Pro heeft. Klopt. Echter is de G Pro een toestel dat momenteel voor de Aziatische markt geselecteerd is. En in Europa zullen we de focus houden op de Optimus G zoals jij die kent uit jouw test. En zitten er nog verschillen? Zijn er grote verschillen tussen deze twee mobiels? Qua hardware zijn de toestellen redelijk gelijkaardig. Alleen heeft de G Pro een iets groter display. Een 5,5-inch display dat full HD is. Bij de G is het een 4,7-inch display. Bij de G Pro heb je ook een hele dunne bezel. Zoals je kan zien is de rand rond het toestel bijna helemaal verdwenen. Waar het toestel dus eigenlijk precies enkel scherm is. En ik weet dat Nederlanders erg belangrijk vinden dat er updates komen. Hoe zit het met de updates bij LG? Ja, klopt. Updates zijn heel belangrijk, zeker voor de Android-toestellen. We weten van onszelf dat in het verleden dat proces niet altijd optimaal verlopen is. Dat was buiten de handen van Europa om. Wij hebben als LG Europe altijd aangegeven naar HQ dat upgrades belangrijk zijn. We hebben nu ook eigenlijk verhaal gekregen in HQ en we hebben een duidelijk upgradeplan voor de toestellen die momenteel gelanceerd worden. Dus we zullen altijd de klant voorzien in de laatste nieuwe versie van Android. Nou, voor alle Nederlanders die kijken, dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws. En wat is de nieuwe strategie van LG? Als we even kijken naar de strategie, dan speelt binnen de mobiele markt toch vooral de specs een heel belangrijke rol. Nu willen wij als LG duidelijk maken aan de consument wat de smartphone voor hem kan betekenen. Dus niet enkel meer over specs praten, maar ook via use cases en gewone gebruikers de consument duidelijk maken wat een smartphone voor hem allemaal kan betekenen. Dat is punt 1. Punt 2 is voor LG ook convergentie heel belangrijk. Achter ons staat een hele mooie hoek die uitlegt wat een smartphone allemaal kan betekenen binnen je huis. Waar hij communiceert met wasmachine, koelkast, stofzuiger. Maar waar je hem ook gaat gebruiken als multimedia bedieningsapparaat. Je televisie aansturen, je audiosysteem aansturen. Dus het praten tussen verschillende toestellen is ook heel belangrijk voor LG. Dus de nieuwe strategie van LG zijn dus onder andere ook de specs, de consumenten en de convergentie.
klopt. Met echt een focus wat het toestel voor de consument kan betekenen. Je had het toen net over convergentie. Voor de mensen thuis die er geen verstand van hebben, wat houdt dat precies in? Convergentie is het spreken van verschillende toestellen met elkaar. En dat gebeurt heel vaak draadloos. Bijvoorbeeld hier achter ons hebben we de eerste wereldwijde demo van Ultra HD transmissie tussen een mobiele telefoon en een Ultra HD scherm. Waarbij er draadloos film gestreamd wordt van op de telefoon naar het televisietoestel. Verder hebben we nog Smart Share. Dat is een applicatie die ervoor zal zorgen dat je smartphone eigenlijk gaat fungeren als afstandsbediening voor al je multimedia. Waar je film, foto, audio van je telefoon naar je televisie, maar ook van je laptop naar de televisie kan brengen. We hebben Q-Remote. Q-Remote is een universele afstandsbediening die als app op je telefoon staat, waarmee je dus je telefoon kan gebruiken als remote controller voor televisie, audiosystemen, alles waar eigenlijk een remote voor nodig is. En als laatste hebben we nog achteraan in de hoek de Smart Control. En Smart Control is een toepassing om home appliance toestellen aan te sturen. Wasmachines, koelkasten, waar je koelkast gaat vertellen wat er allemaal aanwezig is in de koelkast en ook op basis van de ingrediënten je menu's kan voorstellen. Waar ik kan zeggen bijvoorbeeld, nou je hebt alles om spaghetti te maken. Dus je ziet voor LG is het echt belangrijk om convergentie als strategie naar buiten te brengen, waar alle toestellen met elkaar kunnen communiceren. Ik wil je hartelijk danken en ik wens je heel veel succes. Dankjewel en jullie ook nog een fijn verblijf in Barcelona. Dit waren Marlon Klein en Jeroen Peters voor LG Mobile in Barcelona.